Calvé pindakaas. Wie is er niet groot mee geworden? Kleine mensen, bijvoorbeeld. Vandaag ga ik op een groot onderzoek naar interessante combinaties van pindakaas met ander beleg. In Nederland is pindakaas met hagelslag toch echt wel een keiharde topper. Door vele mensen in de mondjes gegleden en het is gewoon best lekker pindakaas is lekker, hagelslag is lekker je kan het bij elkaar doen, daarmee maak je vooral een gigantische calorieënbom. maar het is wel lekker gisteren was ik weer tot veel te laat aan het livestreamen en we hadden het in de chat over pindakaas combinaties en iemand zei wat vind je van pindakaas met jam? Ik denk hé hey, ik heb nog nooit pindakaas met jam geprobeerd, dus weet je wat Pindakaas, Sham. Ik heb een uh, hele goedkope Sham van Gewoon. Ik heb toevallig laatst een account gevonden op Instagram. Gewoon memes. Hele mooie memes. Het komt erop neer dat ieder gewoon product een slogan heeft met het woord gewoon erin. Dus hier heb je je proeft gewoon. Echt bij. Wat een slogan. Ik ben oprecht groot fan van gewoon. Ze hebben alles. Gewoon prachtig. Dit is geen sponsor. Hoeft ook allemaal niet. Goede producten verkopen zichzelf. In ieder geval, ik ga maken een broodje sham om te proberen. Ik heb pindakaas smeerkaas. Uh, met uh, pittige sambalsmeerkaas. En een persoonlijke suggestie: pindakaas salami. Waarom? Hele goede vraag. Ik had gewoon echt zin om iets van een video te maken met mijn nieuwe camera. Ik had zin in een broodje pindakaas. Hé, hey, waarom ook niet? Met de advertentiemonies van deze video kan ik net al deze boodschappen weer betalen. Komt gewoon goed. Laten we gewoon beginnen. Ik heb hier lekkere witte vloerkadetten. Eigenlijk had ik voor deze video ook nog wel Fool's Gold moeten maken. Fool's gold is een, een heel interessant broodje wat vaak gelinkt wordt aan Elvis. Het is een soort van uitgehold stokbrood met daarin een hele pot pindakaas, een hele pot bosvruchtenjam en nog iets van een halve kilo bacon. Het is echt de ultieme hartaanval in broodjesvorm. Het ding is alles wordt lekkerder met pindakaas. Heb je we wel eens van satésaus gehoord? Dat is gewoon pindakaas voorop vlees. Gewoon omdat het zo raar is om bij je barbecue aan te komen met een pot pindakaas. Nee, nee, we maken dat nog net iets smeuriger. En hoppakee, je hebt gewoon satésaus. Laat je satésaus lekker een week staan ergens in een vies warm hoekie. Boom, pindakaas. Zo is het oorspronkelijk uitgevonden. Ik heb eigenlijk geen enkel idee hoe lang pindakaas al bestaat. Heeft het een zeer rijke geschiedenis? Geen idee. Pinda's bestaan al best lang. Ze helemaal de tyfus inslaan lijkt me niet heel ver gezocht. Hoe lang we het in Nederland kennen, is even een andere vraag. Want ja, pinda's komen niet echt hier vandaan, geloof ik. Uh, hier heb ik de heerlijke gewone sham. Het handig is wel, ik heb maar één mes. Dus ik verneuk eigenlijk meteen. De hele pot jam. Er zit nu meteen een hele hoop pindakaas in de jampot. Jullie zijn vast wel bekend met het concept van peanut butter jelly. Peanut butter jelly. Nou, dat is wel voornamelijk echt, denk ik, een Amerikaans ding. Ik ken vrij weinig Nederlanders die vaak pindakaas met jam eten. En eigenlijk is pindakaas met jam. Niet hetzelfde als peanut butter jelly. Want jelly is jam zonder stukjes erin. Het is een gelei-achtig iets. Er is een verschil tussen een jam en een jelly. Maakt niet uit voor de video. Ik heb een boterham met veel te veel erop. Het loopt er aan alle kanten uit. Dit wordt een ervaring. Hmm. Hmm. Dat is oprecht. Mokelijk lekker. Hmm. Oprecht, Super lekker. Ik denk dat vooral het ding is: ik eet nooit meer jam. Ik moet gewoon veel vaker jam eten. jam Is fucking lekker. kaas, Fucking lekker. Is een fucking goed idee. Het is echt nog veel lekkerder dan ik had verwacht. Eigenlijk. Je proeft gewoon echt aardbei. Dat is haast hoe ik dit zou willen omschrijven. Deze video is niet meer mogelijk gemaakt door gewoon. Maar voor 90 eurocent hebben ze gewoon goede jam. Echt een topper. Ik geef het echt gewoon een solide 9. Ik moet het echt gewoon vaker op mijn brood doen. Deze shit is fantastisch. Na dit gigantische succes pakken we gewoon meteen lekker door met pinda kaas salami. En ik wil meteen even lekker wat vertellen over mijn weekendje Blijdorp. Ja, ik heb wat dingen meegemaakt in die dierentuin. Blijdorp is de dierentuin van Rotterdam. Ik ben best wel vaak in Rotterdam, en daardoor dus ook. Best wel vaak in Blijdorp. En ik heb een heleboel leuke dieren gezien. Maar de allerleukste dier dat ik zag was de mens. Ik zag opeens twee joggies, nou ze waren tien denk ik. Met Fortnite t-shirts aan. Dan weet je hoe laat het is. Het is tijd voor die echte rauwe koters. En ze stonden op een gegeven moment bij een fontein. Echt een hele smerige, ondiepe fontein. Met allemaal schimmels en smerige troep erin. Daar wil je niet in. Daar doe je je handen in. Daar doe je niks in gewoon stilstaand water, en een grote broeplek voor bacteriën. Dus een van die yogis die kijkt naar zijn vader en zegt: hey pap, wat krijg ik als ik er inspring? En zijn vader zei: ja, twee Fortnite skins. En die jongen echt zo: what? Twee Fortnite skins? Ik ga het doen hoor. En toen zei zijn vader letterlijke quote: ja dan wel head first, als in met je hoofd. Eerst zo in een ondiepwaterige bacteriefontein springen. En die jongens zei, oké, okay, ik ga het doen. Krijg je dan de Batman-skins? Dus ja, ja, Batman. Doe dan, doe dan. En die moeder stond van nee, lano, niet doen. Godverdomme, hier komen. En ik stond daarna zo van, oh man. Oh man, dit is het beste wat ik in die hele dierentuin heb gezien. Alsjeblieft, joh. Spring niet met je hoofd eerst in die fontein. Dan breek je letterlijk je nek en zul je overlijden. Alsjeblieft, spring wel in die fontein. Ze hebben echt gewoon vijf minuten lang ruzie gemaakt. Maar die moeder die, die had het pakken. zei: Ja, als je nu in die fontein springt, dan maak je wel je eigen skin stuk. En toen dacht hij: Huh, huh, mijn skin? Ja, je kleren, je prachtige Fortnite-outfit. En toen heeft hij het. Niet gedaan. Ik denk dat de moraal van het verhaal is dat sommige mensen geen kinderen zouden moeten nemen. Dus ja, dierentuinen hartstikke leuk. Mensen misschien wel interessanter. Ik heb hier een bolletje met pindakaas en salami. Sowieso, salami underrated. We moeten meer doen met salami. Doe jezelf een gunst. Maak een keer een tosti. Niet met ham. Maar met salami, het is oprecht beter. Doe een keer geen wipbrood, doe een pita broodje. Kijk, deze salami plakjes zijn echt precies, precies net zo groot als een pita broodje. Dit is wat de heer wil. Dat is echt super chill. Pita broodje, salami erin, Een beetje kaas eronder. Als je echt, echt, echt van jezelf houdt, doe je er ook nog een beetje pizza quick op. Of tosti quick. Eén van de twee. Niet heel veel mensen kennen dit product, maar de mensen die het product kennen zijn groot fan. Het is een pot met tomatenpuree en dat doe je dan op een tosti. Flik je hem op tosti-ijzer, wordt het een soort half tosti, half pizza. Het is een ervaring, 100%. Wordt de echte ervaring. Ik weet niet precies wat ik hiervan moet denken. Ik heb het net een beetje gegoogeld: van is dit een ding? En een heel klein, selectief groepje gekken Zweert op de combinatie salami. Pindakaas. Salami is natuurlijk een beetje zoutig. Pindakaas op een bepaald niveau ook. Weet je wat? Ik stop het in mijn bek. We gaan even kijken of het lekker is. Hmm. Heel zoutig, vooral. Laat ik het zo zeggen. Het is niet. Vies, maar het is ook niet echt dat het lekkerder wordt. Het is ongeveer net zo lekker als een normaal broodje pindakaas. Alleen dan met een vlezige structuur. En het is extra zout. Ik zou niet snappen dat dit echt heel lekker is. Neem gewoon een broodje pindakaas. Neem gewoon een broodje salami. Maar het is ook niet echt dat je denkt van, wauw, wat goor, ik ga mezelf nu doodmaken. maken. Nee, zo erg is het nou ook weer niet. Dat is wel een beetje wat ik verwacht voor pindakaas met smeerkaas. Deze combinatie heb ik grotendeels gekozen omdat het klinkt grappig, maar smaakt het ook grappig. Uh, waarschijnlijk niet. Laten we er eens heel snel achter komen. Ik heb trouwens nog wel een klein verhaaltje van Blijdorp. Het is niet zo spannend als het vorige verhaal, maar misschien lichtelijk interessant. Ik ben daar meerdere keren naar het toilet geweest. En meerdere keren gebeurde er op het toilet iets wat echt nooit gebeurt in mijn zeer mannelijke leven. Ik hoorde tijdens het plassen een heleboel. Ringtones. Ik zat telkens met twee andere mannen te plassen, en iedere keer als ik plaste, ging wel iemands telefoon af met een hoorbare ringtoon. Dat vind ik oprecht interessant. Toen ik jong was, waren ringtones net een ding. Van al die kut reclames waar je moet sms'en, fucking 5 euro per maand betalen voor een of andere crazy frok ringtone. Toen de tijd waren ringtones helemaal de shit. Mensen betaalden er zelfs geld voor. Die ringtones waren er gewoon, boom, opeens. Ringtones overal. En toen, een paar jaar later, boom. Ringtones weg. Niemand gebruikt meer ringtones. Toch? Echt iedereen heeft zijn telefoon of op stil of op trillen. Ik heb sowieso mijn telefoon altijd op stil. Anders blert het gewoon door opnames heen, door livestreams heen. Het enige nadeel hiervan is dat bellen via mobiele telefoons gewoon veel moeilijker wordt. Ik mis ieder. Ieder mobiel telefoontje dat ik krijg. En dan denk ik alsjeblieft, stuur me gewoon even een appje erachteraan Wat er aan de hand is. Moet ik nog terugbellen? Was het belangrijk? Ik mis al je telefoontjes. Altijd. Ik had toevallig laatst een. Oeh, podcast geluisterd over de geschiedenis van de ringtone. Een interview met hem de bedenker die de allereerste ringtone maakte. Hij was super brak en zijn telefoon ging af. Hij was zo van: oh, kut leven. En toen dacht hij opeens: kunnen we niet. Eddie Van Halen's Jump? Tu, 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 tu. Du, 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 du. Hij wilde gewoon heel graag jump op zijn telefoon. En toen had je nog gewoon van die pliepjes en ploepjes. Had hij dat in een soort programma gemaakt. En dat kon hij dan via vrienden delen. En op een gegeven moment is hij daarmee naar een telecombedrijf gegaan van yo KPN. Ik kan zelf als een soort componist, een soort 8-bit versie maken van bekende nummers. En die uh, kunnen jullie dan verkopen. Aan mensen. En dat werd zo gigantisch populair. Het verkopen van de ringtones. In het begin had je echt dus mensen, gewoon componisten. Die van bekende nummers, met een hele kleine hoeveelheid piepjes, probeerden dat na te maken. Vaak niet zo succesvol. En dat hele baantje van ringtooncomponist heeft heel 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 kort bestaan Want iets later kon je gewoon daadwerkelijke Goede audio hebben Hoefde je niet meer een nummer na te maken In biepjes, je gebruikte gewoon Een klein stukje van het nummer Dan moest je als editor alleen maar Een knipje doen in het begin en een knipje Aan het einde, boom, je hebt een ringtone Daar zat wel een hele contractenbusiness Achter, oh Beyoncé heeft binnenkort Een nieuw nummer, ga we gaan even rondbellen Dat de dag dat dat nummer Uitkomt, boom. Wij meteen die fucking Cut ringtone verkopen. Het is zo interessant hoe ringtones booming business waren. En nu heeft niemand ze meer. Heb je überhaupt ooit de moeite gedaan om een custom ringtone in te stellen? Het is best leuk. Alleen niemand gebruikt het. Het zou ook heel onhandig zijn als iedereen dat wel zou doen in drukke ruimtes. Zo so fucking veel ringtones. Het zou één grote chaos worden, net zoals pittige smeerkaas, pindakaas. ...in mijn mond. Ik geloof dat Calvé ook pittige pindakaas verkoopt met sambal. En ze verkopen zeezout. Ik vind de hele karamel-zeezout-trend is duidelijk veel te ver gegaan. Ik kan me niet voorstellen dat zeezout-pindakaas heel chill is. Het is van zichzelf al redelijk zoutig. Is dat niet genoeg voor je? Ik ga denk eerst even een klein beetje van deze smeerkaas los proberen... ...om het een beetje voor te bereiden. Ik ben best wel bang voor... Pittige smeerkaas. Is het pittig? Smaakt het nog naar smeerkaas? Gewoon even een klein puntje. Nou, dat is best lekkere smeerkaas. Je proeft wel een beetje pittig. Het brandt in mijn bek, maar het smaakt. Oeh. Oeh. Ik moet zeggen, nog best pittig. Ik denk met een broodje is het net wat minder. Ik kan wel een slokje water gebruiken. En doe me een beetje denken aan van die nachosaus die je soms bij uh, Bioscoop hebt. Van die chemische kazige troep wat vrij weinig met kaas te maken heeft. Het zou net zo goed vegan kunnen zijn. Er zit niet eens kaas in. Daar smaakt het een beetje naar. Heerlijk. Ben ik dol op. En dan nu, het moment van de waarheid. Het einde van deze iets wat zielige video. Maar hey, het is weer eens iets anders. Toch? Hoop ik. Op hoop van glorie. Weet je waar dit mij aan doet denken? Aan twee smaken die totaal niet bij elkaar passen. Het smaakt grotendeels gewoon naar pindakaas. En dan met een hele kleine pittige hint. Die is wel interessant, maar dan kan je beter gewoon de sambal pindakaas nemen. Dit was de conclusie van deze zeer matige video. Pindakaas met sham. Doe jezelf een gunst. Probeer het een keer. Ik ben oprecht gigantisch verrast. Hoe heerlijk dat was. Daarom kijken we deze iets wat zielige video. Misschien morgen iets beters. Tot dan! Doei!